Mijn naam is Thomas, ik ben 21 jaar. Ik studeer momenteel aan de UCL in Leuven. Hier volg ik de leraaropleiding secundair onderwijs voor economie en wiskunde. Voor het afstudeerproject hebben we eerst gebrainstormd. Daar kwam een van onze medeoprichters, namelijk Stijn, met het vaag idee om een project te starten rond reizen ontwikkelen voor kinderen met een beperking. De hele groep had hier direct een persoonlijke aansluiting bij en was hierdoor gemotiveerd om het project verder uit te werken. Binnen deze groep heb ik het marketinggedeelte op mij genomen. Ons afstudeeronderzoek is mee begeleid door Vlaio. Die is niet eigen aan onze richting en die bieden mij extra ondersteuning aan om bijvoorbeeld het marktonderzoek te volgen. We hebben erom gekozen om gezinsreizen te ontwikkelen. Er zijn al heel veel bedrijven of ondernemingen die reizen maken voor kinderen met een beperking, maar wij hebben gekozen om een gezinspakket aan te bieden. Met de informatie die we krijgen uit het persoonlijk gesprek, dus de noden en de wensen, daar passen wij onze standaardpakketten mee aan, zodat we een tailor-made reispakket hebben voor het hele gezin. Hier werken we dan samen met verschillende websites en maar ook mensen ter plaatse om die reis mogelijk te maken. Ik heb uit ons project geleerd om meer zorgzaam te zijn naar andere mensen, mensen uit een andere bril te bekijken. UCL heeft van mij een moving mind gemaakt, door mij een algemene leerkracht te vormen en door mij de kans te bieden om mij te onderscheiden.